Goedemiddag en welkom bij weer een nieuwe uitzending van Husse TV. Wat hebben we vandaag zoal in de uitzending? Er is een klankbeeld gepresenteerd met unieke beelden uit het Husse tuindersleven. Nieuws over het trolleyfront, van het trolleyfront zou ik meer moeten zeggen. Feest in Fort Pannende en het Husse damesplatform die bestaat alweer 75 jaar. Ook hebben we gasten vandaag. René Bouwman en Patrick van Wolveren komen straks bij me zitten om over het Husse jeugdcarnaval van de Krussel te praten. Ja, en het zal u niet ontgaan zijn. Harry de Vries heeft afgelopen donderdag ontslag genomen. Hij is opgestapt als burgemeester van de gemeente Lingewaard. De aanleiding hiervoor was zijn declaratiegedrag. Nou zijn wij bij de persconferentie geweest en hebben enkele raadsleden om hun reactie gevraagd. Ik zal een aantal feiten aan u vertellen. En die gaan over dat de burgemeester zijn functie heeft neergelegd. Hij heeft zijn functie neergelegd en hij heeft zich ook ziek gemeld. En hij heeft gezegd, ik ga mijn ontslag indienen. Dat zijn de feiten. Ik wil beginnen met te zeggen dat wij die feiten heel erg betreuren. En ik wil er ook bij melden dat dit ons persoonlijk aangrijpt. Van de andere kant zeggen wij respecteren het besluit van de burgemeester. In de zin dat wij zeggen, wij vinden het besluit begrijpelijk. En wij zeggen ook, wij waarderen het besluit van de burgemeester. En met waardering bedoelen wij dan dat wij waarderen dat hij zijn verantwoordelijkheid genomen heeft. Vervolgens wil ik daar onmiddellijk aan toevoegen dat het zittende college de volledige verantwoordelijkheid draagt voor de gang van zaken, voor alles wat er gebeurt bij een gemeente. En dat wij dus ook de verantwoordelijkheid voor dit proces dragen. En dat wij ook de verantwoordelijkheid dragen voor wat er op dit proces gaat volgen, na vandaag. Dan wil ik met jullie vervolgens de aanleiding tot het onderzoek dat hieraan vooraf gegaan is, wil ik u benoemen. Ik wil u een aantal feiten benoemen die op tafel zijn gekomen. En ik wil u iets vertellen over het vervolg. De aanleiding. De gemeente Lingewaard is eerder negatief in het nieuws geweest over declaratiegedrag. En dat was in het jaar 2010, naar aanleiding van een onderzoek van de Rekenkamercommissie. In vervolg op dat onderzoek heeft de gemeenteraad van de gemeente Lingewaard een aantal regels en procedures vastgelegd. En in die regels en procedures kwam heel uitdrukkelijk naar voren. Wij willen nog strenger dan op landelijk niveau gedragscodes, regels voor declaraties en dergelijke vaststellen. En dat is ook gebeurd. Vervolgens is er een tijdje overheen gegaan. En toen was er een directe aanleiding. En dat was dat het college op de website van de gemeente Lingewaard, omwille van de transparantie, een overzicht heeft geplaatst van bestuurskosten over het jaar 2011. Dat heeft ertoe geleid dat medio september 2012, door enkele raadsleden een onderzoek is ingesteld om te kijken wat zijn die bestuurskosten nou precies. Dat leidde tot vragen, mondeling onderhoud met ons, collegeleden, hier aan tafel. Hebben we toelichting gegeven. Dat onderzoek had toen betrekking op 2011. En er ging ook nog een onderzoek gebeuren naar 2012. En geleidelijk aan kwamen er dus allerlei feiten boven tafel die in toenemende mate tot een probleem leidden. Dat probleem werd eigenlijk ook veroorzaakt doordat parallel aan het proces dat wij dat onderzoek deden, de herbenoemingsprocedure van de burgemeester speelde. En gaandeweg het onderzoek werd ons duidelijk dat wat wij aanvankelijk dachten, er zijn alleen wat slordigheidjes aan de orde die je overal tegenkomt, dat het toch ernstiger werd. Maar de echte ernst van de zaak, die hebben wij eigenlijk pas vorige week woensdag onder ogen gekregen. En toen is er een stroomversnelling ontstaan. En die ernstige feiten die wij op woensdag of woensdag vorige week onder ogen kregen, dat was dat er een aantal evidente fouten in declaraties zaten. En met evidente fouten zeg je dan, deze declaraties hadden eigenlijk niet ingediend mogen worden. En deze organisaties die bevatten kosten, declaraties die bevatten kosten die niet gedeclareerd hadden mogen worden. En dat is dus een andere categorie dan de categorie slordigheid. Daarnaast waren er ook declaraties van alle wethouders, van alle leden van het college, die waren ingediend omdat een aantal regels niet in de organisaties waren doorgevoerd. Dat is ook ernstig, maar die zijn van een ander kaliber. Die omstandigheid van die foute declaraties van de burgemeester, waar ik dus nu weer op verder ga, die waren op zichzelf voor ons,
van voldoende gewicht om bij de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Lingewaard te melden: wij hebben een aantal constateringen gedaan, die moeten jullie weten. Als wij die namelijk niet zouden melden, dan zou die procedure tot herbenoeming van de burgemeester wel eens een keer verkeerd kunnen lopen. In de zin dat de conclusie die men zou trekken een andere zou zijn dan wanneer wij die feiten zouden hebben meegedeeld. En dat wilden wij voorkomen. We hebben dus de fractievoorzitter op de hoogte gesteld. En toen is een proces op gang gekomen. En dat heeft dus binnen een aantal dagen geleid tot het besluit dat Harry de Vries genomen heeft. En dat is eigenlijk de korte verklaring die ik wil afleggen. Ik wil daarnaast nog aangeven dat het college, dat hier, zoals ik al verschillende keer gezegd, de verantwoordelijkheid voor draagt, inmiddels al een aantal maatregelen heeft genomen om procedures aan te scherpen, om tot terugvordering van verkeerd gedeclareerde bedragen te komen. En we hebben ook acties ondernomen om in de organisatie uit te zoeken hoe dit allemaal heeft kunnen gebeuren. En ons onderzoek moeten wij nog afronden. We hebben dus zeg maar feiten tijdens ons onderzoek zeg maar in de handen van de fractievoorzitters gelegd, omdat wij vonden dat dat belangrijk was. En we gaan door om met de hoogste spoed het onderzoek af te ronden. Dat was mijn inleiding. Mevrouw Bouwmeester, moeilijk. Ja. Uw eerste reactie? Ja, geschokt en teleurgesteld. Beter kan ik het niet omschrijven. De details weten wij ook nog niet. Ik neem aan dat er binnenkort een vertrouwelijke vergadering komt voor de gemeenteraadsleden. Ik weet dat de fractievoorzitters iets meer informatie hebben dan dat wij hebben. Maar echte details weten wij ook nog niet. Maar ik ben wel geschokt en ja, ook wel teleurgesteld natuurlijk. Ja. Dus. Voor Lingewaard op een heel ongelukkig moment. Ieder moment is ongelukkig daarin. Maar inderdaad, dit is een zeer ongelukkig moment. We hebben net een nieuw college en een inwerkende wethouder. Een burgemeester waar weer wat politieke taken naartoe waren gelegd om dat vlot te trekken. Ja, nu zet je natuurlijk wel even een vacuüm. Maar goed, ik ga ervan uit dat de commissaris van de Koningin, die dit ook natuurlijk weet, daar adequaat mee om zou gaan. Zover ken ik inmiddels de heer Cornelie ook wel. Ja. Dus het wordt ademhalen en doorgaan. We zullen wel moeten natuurlijk, hè. Dus we staan voor 8 november is er een grote begrotingsbehandeling. En Lingewaard zal toch bestuurd moeten worden. Dus we zullen wel doorgaan. Goed, meneer Peer, we hebben een hele wonderbaarlijke besluit of beslissing van de burgemeester De Vries gehoord. Uw eerste reactie? Nou, ik vind het persoonlijk een zeer trieste zaak dat het zo is gebeurd. Ik kan wel begrijpen dat de heer De Vries deze beslissing heeft genomen. Het is uiteindelijk een vervolg op hetgeen wat er in 2009-2010 is gebeurd. Kennelijk heeft men of hij daar in ieder geval niet van geleerd en is in dezelfde fouten begaan. In het proces waarin we zaten, dat we ook bezig waren met zijn herbenoeming, met vertrouwen. En met name dat vertrouwen waar je... Wat toch een raad in een burgemeester moet hebben. En dan, wij waren nog met in feite het vaststellen van. En we moesten nog met het voorstel komen naar de raad. Of dat wij hem zouden voordragen voor herbenoeming. Maar in een normale situatie, zoals de evaluatiegesprekken zijn geweest, noem maar op, zou daar in mijn beleving gewoon het voortvloeien dat hij herbenoemd zou worden. Maar tegelijkertijd in dit proces is nu in één keer die het foutieve declareren. En ja, dan wordt er natuurlijk, dat wordt een optelsom. En dan is het moeilijk om dat vertrouwen overeind te houden. Maar voordat wij daar een uitspraak over hebben gedaan, ook binnen de vertrouwenscommissie, is de burgemeester zelf gekomen. Dat hij in overleg ook met college en noem maar op wat, dat hij de beslissing heeft genomen om te stoppen. En ik denk... Gewoon alles afwegende, dat het een hele verstandige beslissing is. Maar persoonlijk vind ik het triest. Ik hoop ook dat de raad, de ambtenaar, de hele organisatie en ook de bevolking, dat ze toch wat genuanceerd tegen dingen aankijken. Want hij heeft ook heel veel goede dingen voor onze gemeente gedaan. En dan vind ik niet dat je dan iemand gelijk met het maaiveld gelijk moet maken. Maar dan ook de goede dingen ook weten te waarderen. Dat hij dan zelf een beslissing heeft genomen om... te stoppen, respecteren en
ja, ook een keer ergens een stap kunnen maken om er overheen te stappen. Want die man moet ook verder in zijn leven. Ja. Hij is te jong om bij de deur te blijven. Dat gun ik niemand en dat wens ik niemand toe. Ook Harry de Vries niet. En ik zeg, hij heeft ook heel veel goede dingen voor onze gemeente gedaan. Per saldo, maar ja, dingen met geld, niet juist, noem maar op waar. Dat worden optelsommen. Ja, en dan wordt het draagvlak gaat onder je voeten vandaan. En, dan, ja. En daarom denk ik dat hij een juiste beslissing heeft genomen. Okay, dank u wel. Na bijna 50 jaar is de heer A.E. Linsen, tuinbouwvoorlichter te Huissen van 1959 tot 1972, erin geslaagd een reconstructie te maken van zijn klankbeeld over Huissen vroeger en nu. Deze dvd is in samenwerking met Hans Hoen en de historische kring Huissen gemaakt. De dvd werd gepresenteerd op 20 oktober in het tuinbouwmuseum Mea Vota te Huissen. Alle toeschouwers werden uitgenodigd tijdens deze middag hun aanvullingen kenbaar te maken. Die mij nog niet kennen, ik ben Hans Hoen en actief binnen de sterkste beeld en geluid van de historische kring hier in Huissen. Ik zit hier ook, in het tuinbouwmuseum waar we vandaag te gast mogen zijn. Vooraf willen we het museumdirectie bedanken voor hun gastvrijheid hier vanmiddag. In het bijzonder een hartelijk welkom voor de heer Linsen uit Lent, met zijn eigen dochter. Die in 1966 het klankbeeld heeft samengesteld over de kwekersvereniging en de Huissense tuiners. Hij was toen assistent Rijkstuinbouwconsulent van 1959 tot 1972. Als dat klopt. En de schoenen troopten met de Huissense tuinbouw in die tijd. Na het verzamelen van vele foto's, het uitzoeken van passende muziekjes en het laten inspreken van de begeleidende teksten, door onder andere mevrouw Jodie Elings, de heer Anserie en vele andere Huissenaren, is een klankbeeld ontstaan over de geschiedenis van de Huissense tuinbouw van ongeveer 60 minuten. Dus als het goed is, dan is het 56 minuten geworden. De première van deze dia-presentatie vond plaats in oktober 1966 in Café De Laag, wel bekend Gijs Peters. Dat toen stond tegenover de Huissenveiling in de Huismanstraat. In 1982 is deze voorstelling in de Buitenpoort nog eens een keertje herhaald. Hoe is het eigenlijk zo gekomen dat we deze presentatie hebben samengesteld? Vorig jaar is mevrouw Jeanette Ewes, ook van de historische kring Huissen, ze zit achteraan bij de PR, begonnen om de Huissense tuinbouw te onderzoeken. En ze is nog steeds bezig aan het onderzoeken. Zo kwam ze terecht bij de serie dia's die via de heer Rob Toon toen de tijd bij het museum waren ondergebracht. Na contacten hebben opgenomen met de heer Deens in Lent, zijn Jeanette en ondergetekende naar Lent gegaan om de dia-serie met geluid via de projector en vanaf de bandrecorder op te nemen. Na vele uren monteren en veranderen is de dia-maak voorzien van de nodige teksten. De dvd die u vanmiddag gaat zien is een verbeterde versie daarvan. Deze dvd is namelijk gemonteerd aan de hand van de gescande dia's en het rechtstreeks overgenomen geluid van de bandrecorder. We hebben u uitgenodigd deze middag om het resultaat te bekijken en samen het deel van Huissense tuinbouw aan te vullen. Dus u wordt ook in de gelegenheid gesteld om straks in de pauze op- of aanmerkingen te maken. We zijn het niet al weten, dus we kunnen veranderingen nog aanbrengen van namen of een foto die niet goed staat. We zijn u dan ook erkentelijk, zeer erkentelijk voor de aanvulling en het commentaar op het beeldmateriaal zoals het er nu ligt. Met uw aanvullingen zullen wij een definitieve versie gaan maken. De dvd kunt u straks ook bestellen voor €12,50. En ook de foto's van de dia's kunt u bestellen voor €3,50 per stuk. En dat kan door middel van corbeliertjes die hier en daar op de tafel liggen, maar ook achteraan. Ook kunt u dus de op- en aanmerkingen op de presentatie op de foto's en dergelijke teksten aangeven op de formulier die in de historische kring achter op de tafel zijn neergelegd. Ja, we zullen het maar niet te laat maken, maar ik wil eigenlijk het eerste exemplaar, wat we dus nu gemaakt hebben, overhandig aan de heer Linsen en ik wil even vragen of hij deze kant op wil komen.
Uiteraard bedanken we dan voor het goede werk dat u heeft gedaan voor het verstandrijden van dit boeiende en onderhoudend plankring over de tuinbouw in Huissen. En we wensen u ook daarmee veel plezier. Maar straks zal ik u dan even nog het programma voor u uitleggen wat we gaan doen. De vrienden van Fort Pannerde konden zondag 21 oktober hun 25.000ste bezoeker verwelkomen. Niet vermoedend stapte de heer Mon Roelands uit Essen, België, om 12 uur het fort binnen, waar hij als 25.000ste bezoeker feestelijk werd ontvangen. Uit handen van voorzitter Bud Joosten ontving hij, naast een prachtige bos bloemen, een fortpakketje met vrijkaarten en het Fort Pannerde boek. En u bent weet u met of zonder ontbijt? Mag u dit houden? Want die meneer is de 25.000ste bezoeker in dit fort. En dan mag u gratis naar binnen, u wordt ontvangen door de bestuursleden en u krijgt de best kunnen we even doen. Laat u wel zes. U is het dan wel zes. Eén kaartje en vijf euro. Alsjeblieft. Dus als u met uw mevrouw meegaat, dan laat u verrassen. Geef u nog vast een consumptiebon, die zit niet. Ja, dat is onze 25.000ste. Ah ja, een gelukkige dag voor jou. Maar ook voor ons alleen. Hoe is de naam? Joost. Ik ben Joost, de voorzitter van de Vereniging van Fort Pannerde. Het is voor ons alleen een hele eer om vandaag de 25.000ste bezoeker te mogen ontvangen. Vanaf 2008 zijn we hiermee begonnen. 2008 was een rustig jaar met enkele opstellingen. Elk jaar komen er meer bezoekers. Ik denk dat we dit jaar ongeveer op 8.000 uitkomen. Dus, maar vanaf de opening, vanaf de restauratie, dus de 25.000ste bezoeker. En dan bent u gelukkig, voor u gelukkig. Hè? En voor ons hopen we dat er elk jaar zeg maar rond de 10.000-15.000 bezoekers zullen gaan komen. We hebben een hele mooie verrassing al voor u. Je kunt ook vrij dat je zelf ook nog een regenkleding hebt. Nee, maar bent u erg geïnteresseerd in vestingswerken? Jawel, jawel. Ik ben ex-grenadier van België. Oh, ja, dat heet. Ik ben ook van de grenadier. Ja, daar heb rust niet mee gevraagd. Ja, eerste keer voor het andere? Ja. Hartstikke mooi. We hebben een heel mooi boekje. Geschreven door Gert Hutting, daar staat in principe alles in over Fort Pannerde. We hebben nog een uitgebreide uitgave, maar deze dus, die willen we jou aanbieden. Ik weet niet of je nu alleen bent of met vrienden. Ik zit met mijn man. Nou, het kan, het is ook zo dat er hier vriendenvrijkaartjes bij. Fort Pannerde is elke maar één ontwikkeling, één ontwikkeling. Hè. Dus elke keer zijn er weer nieuwe dingen. Vorig jaar hopen we ook de bezoekers te ontvangen met andere dingen in Fort Pannerde. Dus misschien tentoonstellingen, exposities. Vier vrijkaartjes daarvoor, dus je kunt die volgend jaar gebruiken. We gaan volgend jaar op 7 april weer open. Zondag 7 april is weer de eerste openstelling op de zondag. Vier vrijkaarten, een mooi boekje. Dankjewel. En we hebben, dankjewel. In het dames hier gaan we ook nog een secretaris. En die biedt de bloemen. Oh, ik zou de bloemen geven. Zie je de zand? Dankjewel. Oh jee, oh jee. In de maand van de geschiedenis 2012 bood de historische kring Huissen u de gelegenheid om aan de hand van oude foto's het stadsbeeld van Huissen met een historische blik te leren zien. Dit onder leiding van een kersverse rondleider van de historische kring Huissen.
U kon genieten van een stadswandeling vol emotionele verhalen. Deze stadswandeling duurde ongeveer 1,5 tot 2 uur en had als beginpunt het Stadsmuseum Hof van Hessen. Binnen de stad Huissen kennen we een rondwandeling met de wat meer, ik wil het niet onbeleefd bedoelen, de meer wat gestudeerde mensen. Mensen die meer in de historie van Huissen duiken. Maar gij beiden gaat het op een hele andere manier doen. Je gaat kijken hoe dat er geleefd werd in Huissen vroeger. Hoe bent u op het idee gekomen? Nou, het belangrijkste is dat mensen die naar Huissen toe komen en hier zijn, een beetje een goed beeld krijgen van de leefgemeenschap Huissen. Wat gebeurde hier? Wat voor mensen werkten hier? Hoe leefden ze? En niet gehinderd door heel veel diepgaande geschiedenis, kennis of kunde, kunnen toch veel mensen zich wel iets voorstellen bij Huissen. En wij willen dat versterken. Dat beeld wat er over Huissen bestaat, willen wij verder inkleuren en verder versterken. Ja. En dat doen wij op basis van de verhalen die wij hebben verzameld. De beelden die wij hebben verzameld, de foto's van Oud-Huissen. We hebben heel veel foto's. De belangrijkste foto is voor ons de vertrekfoto. En dat is deze, Huissen 1948, het jaar waarin Huissen 600 jaar bestond. Het jaar ook zeg maar, van de wederopbouw van Huissen, waarbij je op deze foto goed kunt zien wat er in Huissen toen in de tijd is gebeurd. En wat wij doen, is een rondwandeling aanbieden die we voorbereiden met de voorlichting hier. En dan kun je helemaal op de kaart aangeven, zo lopen we, zo wandelen we. En daar op heel veel markante plekken kunnen wij verhalen vertellen. Verhalen over Oud-Huissen. U heeft het over foto's. Hans, jij zit ook in het complot om het zo maar te zeggen. Heb je ook bewegende beelden? We hebben ook bewegende beelden. Maar die gebruiken we dus niet voor deze rondleiding. Die leggen we wel vast om ook vanaf de bewegende beelden, de verhalen die daar weer verteld worden, om die ook te gebruiken bij deze rondleiding. Ja. Maar dan ben je op een gegeven moment, kom je op een bepaald punt in de rondleiding. Hoe laat je de mensen dan zien of proeven hoe dat het eruit zag, zeg maar voor 100 jaar terug? Ja, je moet je even goed realiseren, we hebben voor zo'n rondleiding, zo'n rondwandeling, maar ongeveer 1,5 uur, hè? 1,5 uur, hooguit 2 uur, waarin we de mensen mee moeten nemen in de geschiedenis van Huissen. En om mensen op gezette plekken in de rondleiding goed te laten zien hoe het toen was, hebben wij hier een hele grote collectie foto's. Ja. Ik zal er één laten zien. Van Oud-Huissen van, nou pak een beetje. Is dat toevallig de Burggracht, Hans? Dat is de Burggracht, ja, dat klopt. Met een hele oude wagen erop. En zo zag het er dus uit, zeg maar, van een kleine 100 jaar terug. Ja. Nou, hier heb je weer zo'n voorbeeld. Dat is de oude molen in de polder. De molen van Heijkman in de polder. In 1928 gesloopt. De gemeente kon hem toen kopen voor 500 gulden, hebben ze niet gedaan. En ze gaven de vorige aan sloop. Nou, de molen bestaat niet meer. Nu hebben we wel weemoedige gevoelens van jongen, hadden we dat niet moeten behouden. Maar ik denk dat dat met een hele hoop dingen is, want de klachten van de historici binnen de plaats Huissen is van er wordt maar gesloopt en er wordt maar nieuw neergezet. Nou, de werkelijkheid is natuurlijk ook zo. Ja, dat is zo. Maar wat wij ook vaststellen is dat er heel veel uit het verleden zo moeilijk tot niet te restaureren is of te bouwen is. Dat sloop vaak de enige optie was. Of dat het zo gigantisch veel geld kost of kosten om dingen te behouden, zaken te behouden. Dat je je kunt voorstellen dat zo'n gemeente de voorkeur geeft aan sloop. Ja. Een van de voorbeelden is bijvoorbeeld de Kremerstichting. Dat gebouw heeft aan de Lange Straat vele jaren de hele straat gedomineerd. Maar de Kremerstichting raakte toch in verval. En de gemeente had niet de middelen om die Kremerstichting te behouden. Dus ja, en toen aangeboden aan de markt voor verhuur, ook dat lukte niet. Dan kan ik me voorstellen dat zo'n gemeente zegt, ja, heel pijnlijk, maar we halen hem eruit. Ja, ik kan me voorstellen dat er heel veel oude verhalen naar boven gaan komen. Mensen die nou deel willen nemen aan zo'n stadswandeling, hoe kunnen die zich aanmelden of waar moeten ze dan zijn? Ze kunnen zich opgeven bij de historische kring Huissen. Daar kun je op verzoek een rondleiding intekenen voor een rondleiding. We gaan uit van 15 tot 20 personen die meedoen aan zo'n rondleiding. Maar dat is dus op te geven hier bij het telefoonnummer van de historische kring in Huissen. Ja.
Moet ik nog wat betalen? De bijdrage, nou, die is ongelooflijk vriendelijk. Die is 1,50 per deelnemer en kinderen gratis. En dan natuurlijk met veel interesse voor Huissen. En met, nou dat, ja, dat, maar dat veronderstel ik als je intekent voor zo'n rondleiding, dat je iets meer wil weten van Huissen. Ja, wij gaan er heel eventjes tussenuit voor de mededelingen van onze adverteerders en sponsoren. Zij steunen ons, maar u kunt ons ook steunen door tientjesvriend te worden. Voor maar 10 euro per jaar zorgt u ervoor dat wij kunnen verder gaan met het maken van onze programma's. Voor meer informatie daarover kunt u kijken op onze website www.huissen.tv. Tot zometeen. Alles onder één dak bij Janssen Sound & Light in Gent. Oren en ogen voor geluid en licht. Voor verkoop en verhuur van theaterverlichting, geluidssystemen, mixers, mengtafels, lichteffecten, van microfoons tot rookmachines. Alles voor u onder één dak. Janssen Sound & Light in Gent. Als uw wensen groter zijn dan uw budget, bel ons dan gerust. Want voor elk probleem zoeken wij de juiste oplossing. Janssen Sound & Light. 0841-425-335. Kom eens een kijkje nemen in de gezelligste kringloopwinkel in de regio. Twice is nice in Huissen. Bij ons vindt u voor ieder wat wils. Van witgoed tot klein huisraad, van curiositeiten tot LP's en van kleding tot complete meubels. Heeft u bruikbare spullen? Dan halen wij die bij u op. Twice is nice, Nijverheidsstraat 33C in Huissen. Tussen Praxis en Floor Factory, het steegje in. 026-327-5579 of kijk op twiceisnice.nl. Boerderijwinkel Het Zand. Bij ons vindt u streekgebonden producten regelrecht van het land. Diverse groentes, fruit en verschillende soorten meel, wijn en jams. Heerlijke boerenzuivel. Boerderijwinkel Het Zand. Molenweg 2. Geopend dinsdag tot en met zaterdag. Van 8:15 tot 5:00. Kijk ook op www.boerderijwinkelhetzand.nl. Zaterdag 20 oktober organiseerde Stichting Culturele Evenementen De Brink een muziekavond in Sport- en Ontmoetingscentrum De Brink in Huissen. Opgetreden werd er door de bekende streekzanger Dick van Altena en Big Band het Nijmeegs Amusementsorkest. De avond begon met het orkest. Kijkt u maar mee. From where you are, you see the smoke that you rise away.
Ze vonden ook dat de man de boos was en de vrouw die hulde achter het fornuis. Maar dat vonden hulle hier, ik niet. Ik heb het alleen maar opgeschreven. En ik heb al die kerels op één hoop gehoord en die hoofdpersoon heb ik T genoemd, naar mijn oom T. Omdat hij het zinnetje bedacht in het refreintje, zonder dat hij het ooit geweten had. Ik ken de T als een schrikkelt met het hart op de goeie plots. Een exponent van de Betuwe, die de neulen tot op het lots. T had het niet op de politiek, het innigste wat men doordoet. Is meevreten en liegen, want kjell, ik weet nog goed. Ze zeiden vlak voor een oorlog, mensen, kom maar rustig slopen. En smers was het zo druk in de lucht, dat de kraaien moesten lopen. Dat die zo zei die er altijd al mee had liggen klooien. Maar tegen 40 jaar terug al zien taand te rooien. Het bovengebit liet hij altijd uit en dat problemen gaf. Ze deed geen pin en spiert, ze ging hem zo ook beter af. Ze zei je vlak voor een oorlog, mensen, kom maar rustig slopen. En smers was het zo druk in de lucht dat de kraaien moesten lopen. T maakte zijn vaste gang van zijn bankske naar de kroeg. Want hij lustte een borrel op zijn tiet en tiet had T genoeg. De man was de boos en de vrouw die heurde achter het fornuis. Maar kwam zijn vrouw hem holen, dan ging T braaf mee naar huis. Ze zeiden vlak voor de oorlog, mensen, kom maar rustig slopen. En smers was het zo druk in de lucht dat de kraaien moesten lopen. Ze zeiden vlak voor de oorlog, mensen, kom maar rustig slopen. En smers was het zo druk in de lucht dat de kraaien moesten lopen. Smers was het zo druk in de lucht dat de kraaien moesten lopen. En toen kwam straks iemand voorbij lopen hier en die hoorde ik al het refreintje zingen van het volgende liedje. Want
dat liedje dat gaat over. Ik zie trouwens, er kwam straks ook een ex-dorpsgenoot tegen. En die kent dit verhaal ook nog wel. En die gaat namelijk over een man die kwam vroeger in Oosterhout van de Diekstraat, de Pijpenstraatdeur, de Hoge Oosterhoutdeur, Stationstraatdeur, met paard en wagen. Om de gewassen te kunnen besproeien met heel gevaarlijk spul. En dan zag je de keurig uit, piep in de moel. Slang mooi opgerold, Piet zag de keurig uit. En als hij terugkwam, was hij helemaal groen en geel. En die man heette Besseling, alleen er wist niemand, hij had de bijnaam Piet Zeik. En dan een klein liedje overgemaakt. Piet Zeik reed eens in de zoveel tiet, met zijn kar mee vergift door de stroot. We sprongen dan stiekem achterop, ondanks gif en de goeie rood. Door dat spul en die plagen op zijn kar, zag hij letterlijk groen en geel. Ook zijn Piet was gelzig van al die troep, als hij terug weer gezet op de deel. Piet inhaleerde die giftige poel, samen met de rook van zijn piep in de moel. Ik denk dat toen het idee is ontstaan, dat je van roken dood kon gaan. Milieupolitie hadden toen niet, gelukkig voor het verhoor en voor Piet. Ik wist niet dat Zeik zijn bijnaam was, door de kleur van dat spul en de geur. Dus toen hij s'avonds een keer voor mijn vader kwam, riep ik pa, meneer Zeik aan de deur. Piet inhaleerde die giftige poel, samen met de rook van zijn piep in de moel. Ik denk dat toen het idee is ontstaan, dat je van roken dood kon gaan. Milieupolitie hadden toen niet, gelukkig voor het verhoor en voor Piet. Ja, nog maar 2 weekjes en dan komen alle carnavalsteken weer uit het plastic. Ja, wat gaat er nou op die openingsdag en avond allemaal gebeuren? Onze stadspresident Jan Sweers wist daar alles over te vertellen. Jan Sweers, officieel is het stadspresident van de Groninger Zwanen, maar ik heb het pak nog niet aan. Mag nog niet, want het is nog niet de 11e van de 11e. De laatste keer dat we iets met carnaval te maken hebben gehad was vanwege de Ortenauer Narrenbond. Daar zijn van allerlei besprekingen gaande. Wat is daar de laatste stand van zaken? We gaan het komende weekend, Wim, gaan we naar Kiel. Kiel ligt op de grens bij Frankrijk en Duitsland, in de buurt van Stuttgart. En daar gaan we naartoe. We gaan daar praten. De mensen hebben dus nu geïnformeerd wie er naar huis willen komen in 2015. We gaan daar nog een aantal puntjes op de i zetten, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. En dan komen we in januari terug. Of tenminste, hebben we gisteravond medewerkersavond gehad. We hebben onze medewerkers beloofd dat we in januari precies kunnen zeggen wat we nou allemaal precies gaan doen. In dat weekend in februari 2015 praten we dan over. Ja. Was dat de eerste avond met de vrijwilligers? Ja, dat was de eerste avond met de medewerkers. Als een start van het seizoen. Ekkers de boel opwarmen en alles op een reken zetten. We hebben dit jaar, dus dit kalenderjaar, nog 3 bijeenkomsten. De 11e van de 11e, opening op de Buten. De 17e in de zaal. En dan op 1 december hebben we de medewerkersavond. Ja. En daar hebben we mee over gepraat. Ja, dan hebben we in het verleden bij de carnaval hier in Huissen hele grote evenementen meegemaakt. Onder andere de verhuizing van de Laak met de pronkzitting naar de sporthal en later de veiling. Dit is een nog groter evenement. Als ik de aantal bezoekers bekijk. Hoe is dat aangekomen bij de medewerkers? Ja, nou ja, ze zien natuurlijk ook wel, om het maar heel plat te zeggen, dat het in Pansma werk zal zien. Bij ons is Henk Vergelen bezig om dat helemaal te coördineren. De eerste contacten zien gelegd te praten, ook met de gemeente en dergelijke. Want daar hebben we in juni al een keer mee gepraat met die lui van de Ortenauer Narrenbond. Met de gemeente te praten wat voor faciliteiten we kunnen krijgen, hoe we dat moeten doen met het onderbrengen van die mensen, slapen. Hoe krijgen we een zaal waar we 1500 mensen kunnen zetten om een avondfeest te vieren?
Dat zit allemaal nog in een heel pril stadium. Daar laat ik eigenlijk maar niks te veel over zeggen. Want er gaan allerlei onderhandelingen over beginnen of starten of al in de gang zien. Maar laat ik daar niet te veel over zeggen op het ogenblik nog. Hebben zowel jullie als de Ortenauwe Narrenbond Olly niet achter de oren gekrapt? Want ja, laten we het zo zeggen, het is geen vetpot momenteel overal. Ja, we krabben ons wel degelijk achter de oren. Maar de Ortenauwe Narrenbond heeft bepaalde afspraken, ook uit culturele fondsen uit Duitsland. Waar we nog wel mee uit de voeten kunnen. We hopen natuurlijk ook, maar ook dat is allemaal nog helemaal in een heel pril stadium. Hopen nog subsidies te krijgen van allerlei organisaties op cultureel gebied. Want het is natuurlijk wel heel apart dat een Duitse carnavalsgezelschap hier een optocht kunnen houden in Nederland. Ze hebben nog gezegd, we doen het één keer en dat is de eerste en de laatste keer in Huissen. Ja. Oké, nou, daar zit er nog een hele hoop onzekerheden in. Ja. We gaan over naar een ander, iets wat sowieso zeker is, al jaren, de 11e van de 11e, veel dit jaar op zondag. Wat gaan jullie dan doen? Nou Wim, we gaan beginnen met de rondtocht. Kijk, hier kan ik alles over zeggen, want dat is allemaal al in kannen en kruiken. We gaan beginnen met de rondtocht. Die rondtocht die brengt ons naar de Maat. Bij de Zwaan weer het seizoen geopend om 11 over 11, dus in de Dorslustige Hoogheid. En alle mensen die er omheen staan, we gaan ballonnen oplaten, we gaan zingen met z'n allen. Als dat achter de rug is, gaan we naar het moment, bij het moment moet ik zeggen, buiten. Daar steen een podium en daar zien verschillende optredens. Ja. Mag je ook al een beetje verklappen wat een optreden is? Ja, natuurlijk. De klapband of klapband, ik weet niet hoe ze heten, uit Aalde, komen optreden. De Gentenaren hebben beloofd dat ze met een hele grote delegatie ook met de Zwabbeband komen. En die hebben misschien ook nog een optreden. Er is een optreden van Wilma met Mireille uit Gent. Samen gaan die een buut doen, dus dat is zonder meer de moeite werd. Het Piratenkoor heeft toegezegd dat ze komen. En dan natuurlijk onze eigen groepen die traditioneel erbij zien. De Zwanennekes, de Prinsengarde en niet te vergeten de Slupkes natuurlijk. Ja. En niet te vergeten de Beverlanders. En uiteraard de Beverlanders. Ja. Goed. Elk jaar, elk seizoen heeft een motto. Is dat al bekend? Ja, maar dat ga ik lekker nog niet zeggen. Ja, had ik het ook niet hoeven vragen. Ja, dat klopt. Dat had je ook niet hoeven vragen, maar ik ga het nog niet zeggen. Ik zal een heel klein tipje van de sluier oplichten. Het ging wel over hele actuele gebeurtenissen waar iedereen in Huissen de moeite van vol had. De lup en draadje deur. Geen zeg het. Ja, oké. Okay. Patrick snapt hem ook, dus ja. Dan zitten we aardig goed. Goed, opening, buiten gebeuren, ja. Bij slecht weer, is het normaal gesproken niet, maar... Onze lieve heer is een Huissense, daar beginnen we mee, dus we hebben mooi weer. Tot nu toe hebben we altijd mooi weer gehad, maar mocht het zien, we hopen het natuurlijk niet, dan hebben we een uitwijkmogelijkheid in de achterzaal van het moment. Daar hebben ze een klein podium, daar kunnen we op staan. Het zal wel een beetje dringend worden, maar het is ook wel gezellig. Ja. Dan de eerste avond... was de laatste jaren een beetje een moeilijke avond, maar daar zien veranderingen ingebracht. We zijn 3 jaar geleden begonnen met het Zwanenfestival. Daar hebben we dus nu 2 jaar gehad. Dit jaar is het de 3e keer. Er hebben zich al kandidaten aangemeld voor het Zwanenfestival, dus dat is 1. We hebben sinds een paar jaar het buutrednersgilde. Frits Rijmer en Jo Brons hebben zich daar heel erg sterk voor gemaakt. En die hebben gezegd, wij treden op. Meer weet ik ook nog niet, maar ik word nog wel ingelegd, hoop ik. Dus er is ook nog een ander ludiek optreden. De Slupkes zullen hun nieuwe song presenteren in het kader van het Zwanenfestival. Dus ik denk dat het een gezellig gevulde avond is, maar natuurlijk naar de hand ook lekker gedanst kan worden. Ja. Ik ken de seizoenskaart bij de Kranige Zwanen. Ja. Kunnen de mensen ook gewoon voor 1 avond naar binnen dan? Ja, de avondkaarten, de dagkaarten, die blijven gewoon, die kun je aan de zaal kopen. Ik dacht voor 7,5 euro het stuk, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar kop beter wordt vriend van de Kranige Zwanen dan hij een seizoenskaart voor het hele jaar. Je krijgt er nog een orde bij. En je krijgt ook nog een extra gezellige middag een keer in de Ossies, in de Zwanentempel. Wat vroeger de zon was, zou ik maar zeggen. Ja. Het resterende seizoen, wordt dat een zwaar seizoen? Nou ja, het wordt een zware seizoen, zullen we maar zeggen. Een seizoen zoals we ze altijd hebben, met natuurlijk het hoogtepunt straks in januari, de pronkzitting, waar de meeste mensen al een beetje mee bezig zijn. Natuurlijk hopen we weer op mooi weer, zodat we misschien alle kunnen genieten straks met de 3 dolle dagen van een mooie optocht. En
alle ingrediënten zien. De hofbrouwers zien aan de gang met hun pronkzitting. De narrekap is aan de gang om hun pronkzitting weer tot iets moois te maken. Ik denk dat het Huissens carnaval lijf in alle geledingen van de bevolking. En ik denk dat dat weer een mooi seizoen gaat worden. Ja. Tot slot nog een hele andere vraag eigenlijk. De wie voor een paar jaar terug verteld, Jan Zweers is bezig met zijn laatste loodjes, ja. In ieder geval met het laatste seizoen van de carnaval. Ja. Hoe zit dat daar eigenlijk mee? Nou Wim, het laatste seizoen van de carnaval hoop ik nooit mee te maken, want dat zal ik ook wel niet meemaken. Nou, ik heb eindelijk gezegd, toen ik in 1999 kwam, na het 44-jarig bestaan, ik doe het tot en met het 55-jarig bestaan in 2010. Nou, dat is nou voorbij. Ze hebben nog geen opvolger van mij, dus voorlopig is iedereen nog met mijn ongemak. Ja. Ze zeggen geen opvolger. Hoe zou een opvolger van Jan Zweers eruit moeten zien? Wat zou die mee moeten brengen? Nee, dat ga ik niet zeggen. Ik hoop dat we binnenkort met het bestuur erbij dat er een opvolger komt. We hebben ook wel onder elkaar een termijn gezet van we willen proberen het binnen een paar jaar weer elkaar te krijgen. Waar die opvolger om moet voldoen, ja, hij moet een beetje huisjes kunnen en hij moet het willen. En dat is het belangrijkste, enthousiast zien en willen om een avond om elkaar te praten en bij de kronen te willen zien. Dat is eigenlijk alles. Ja, de prins, zijn de Dorselische Hoogheid, is altijd een huisjesse, of een huisjesenaar, beter gezegd. Ja. Moet een stadspresident ook uit huisjes komen? Laat ik alleen maar zeggen, tot nu toe is dat altijd zo geweest. Ja, naast het volwassen carnaval is er natuurlijk ook het Huissens jeugdcarnaval. En daarvoor zitten naast mij René Bouwman en Patrick van Wolf. Hartelijk welkom. Jullie zijn van het jeugdcarnaval, kan ik dat zo zeggen? Ja, de Krassels. Nou gaat het carnavalsfeest voor de volwassenen op de 11e van de 11e van start. Gaat het dan ook voor de jeugd van start? Uiteraard. Wat gaat er gebeuren? Ja, dan wordt het eerste festijn wordt afgetrappen, zeg maar. Ja. Dan gaan we beginnen voor het komende seizoen. En hoe ziet zo'n dagavond eruit voor de jeugd, die 11e van de 11e? Nou, we beginnen de 11e van de 11e op de markt bij de Zwaan. Mm-hmm. Er zijn een aantal activiteiten dus om het carnaval, zeg maar, het seizoen te openen. Mm-hmm. De jeugd wordt er ook in betrokken en van daaruit gaan we een kleine rondgang maken de Huissen. En dan komt dit moment terecht. En daar zullen dus de nieuwe leden van de Raad van 11 geïnstalleerd worden. Okay. Dus voor de kinderen is er zeker de 11e van de 11e de moeite waard om naar het centrum van Huissen te komen. Oké. Okay. En waarom is er een jeugdcarnaval ooit begonnen? Ja, daar is behoefte aan, ook voor de jeugd. Carnaval is heel gericht op de wat oudere, oudere jongeren, zeg maar even. Maar eigenlijk voor de jeugd is er natuurlijk niks te doen. En vandaar dat dat initiatief toegenomen is uit de groep waar we toen bij zaten. We zaten op een gegeven moment op een carnavalsavond van de Kroningen en... Mm-hmm. Met een aantal ouders van, ja jongens, er moet eens een keer wat gebeuren voor die jeugd van ons, ja. Want daar is gewoon niks voor. Je hebt dus dit is dinsdagmiddag het kindercarnaval. Mm-hmm. Nou ja, dat is tot pakweg 10 jaar. En dus van de jeugd tussen 9 en 15 is er gewoon niks. En, nee. Toen is eigenlijk het idee geboren 5 jaar geleden. Dus inmiddels bestaat het eigenlijk al 5 jaar. Klopt. Je zegt net tussen 9 en 15 jaar is het jeugdcarnaval. Is het zo dat elk kind mee kan doen? Ja, elk kind kan meedoen. En hoe gaat het dan? Moeten ze zich aanmelden? Ze kunnen zich aanmelden op de site van de Krussels. Ze moeten zich aanmelden. Moeten zich aanmelden. Ja. Kijk. Het is heel belangrijk dat we gewoon weten wie we binnen hebben. Mm-hmm. Ja, omdat toch met kinderen... het is een alcoholvrij feest. Mm-hmm. De kinderen mogen ook niet naar buiten toe. En we willen ook dat de kinderen gebracht worden en opgehaald worden. Ja. Dus via de site kunnen ze zich opgeven voor de feestavond. Ja. Weet je zo de site uit je hoofd? Ja, www.huissensjeugdcarnaval.nl. Oké, daar kunnen ze alles vinden. Daar staat alle informatie op. We willen gewoon de gegevens ook van de ouders hebben, mocht op zo'n avond dat gebeuren, dat we ook de ouders kunnen benaderen van luister, er is dit en dit aan de hand. Of de kinderen worden ziek en willen naar huis toe, dat we de ouders kunnen bereiken. Mm-hmm. Ja. Je zegt zoveel jeugd, ik kan me voorstellen dat het op een gegeven moment gewoon te druk wordt. Als iedereen kan komen, qua jeugd. Ja, iedereen kan komen. Nooit te vol. We hebben genoeg ruimte. Genoeg ruimte, genoeg ruimte. Dus iedereen is welkom. Meld je aan. Dat is hartstikke aan. Mooi. Nou komt er natuurlijk dit jaar ook een nieuw hof. Ja. Een nieuwe jeugdprins, een nieuwe jeugdprinses. Is er al gekozen? Ja. Er is al gekozen, ja. En hoe kiezen jullie dat uit? Want we benaderen eigenlijk de scholen van groep 7 en 8. Of tenminste, eindelijk groep 7. Mm-hmm. Vooral voor het hof, want het hof is 2 jaar. En dat is echt in de leeftijdscategorie, dus groep 7 en 8. We gaan daar leerkrachten benaderen van, god, hebben jullie een geschikte kandidaat voor een prins? En we kijken natuurlijk zelf ook van,
nou, die vallen op in het feest en die zou nog wel eens een goede kandidaat kunnen zijn. Ja. Ja. Dan kan ik me voorstellen dat het ook wel een stukje toewijding is voor de kinderen zelf. Ja, maar ook voor de ouders, denk ik. Want die moeten er ook achter staan. Want ja, het is een verplichting die je aangaat, twee jaar lang. Ja. Leuke activiteiten, heel veel te doen. Ja, je kan niet zeggen, morgen stop ik ermee, want dan is het hof niet meer compleet of de raad is niet meer compleet. Mm-hmm. Dus ja, je moet er echt voor gaan. En daar is zijn de ouders heel belangrijk voor. Ja. Die horen er echt achter te staan. Ja, want je kunt natuurlijk niet hebben dat ze halverwege zeggen van, nou, dit jaar was mooi geweest, maar volgend jaar doe ik niet meer mee. Nee, dat wordt wat lastig, ja. Ja, klopt. Zo kunnen kinderen soms zijn. Dus ja, precies. Dat, dus ja, een stukje toewijding ook heel belangrijk. Voor de jeugd. Ja. De Raad van Elf kan dus zijn dat een kind in één jaar in de Raad van Elf zit. Mm-hmm. Dat is ook groep 7 en 8, maar maximaal 2 jaar. Dus daar zijn nog wel eens wat wisselingen in. En wordt de Raad van Elf ook gekozen of is dat een soort van aanmelding? Die kunnen zich aanmelden. Ja. Ja. En dat is, nou, ik denk dat we dit jaar hebben een stuk of 5 nieuwe raadsleden. Mm-hmm. Dus en volgend jaar zullen er weer een 6-7 nodig zijn. Ja. En die kunnen zich dan aanmelden op de feestavond of via de site. Het gastenboek kunnen ze invullen en dan kunnen ze zich eindelijk aanmelden voor de Raad van Elf. Ja, want wanneer wordt het hof bekendgemaakt? 16 november, dan hebben we dus de openingsavond. Mm-hmm. Dan treedt het oude hof treedt af. Dus Prins Sjaki, Nicky en Maaike, sorry. Yeah, ja, die, dat is hun laatste avond, zeg maar. Mm-hmm. Die komen dus naar binnen toe. En dan de zustervereniging, het Husse, die komen ook allemaal. Dus de seniorenvereniging, laat ik ze zo noemen. Yeah. En dan wordt het dus het oude hof wordt ontkleed. En dan wordt op die avond ook het nieuwe hof onthuld. Kijk. Ja. En dat moet natuurlijk nog een verrassing blijven, neem ik aan. Het is niet dat jullie het nu al mogen zeggen, of wel? Nee. Dat gaan we niet doen. Toch jammer. Nee. Ja. Toch jammer. Ik wil het altijd graag weten. Nee. Maar het gaat dus niet gebeuren. Dus we moeten even wachten tot het echt officieel bekendgemaakt wordt wie er in het hof gaan zitten. En dan zijn er natuurlijk nog meer activiteiten voor het Husse Jeugdcarnaval. Wat komt er nog allemaal voorbij nadat het hof bekendgemaakt is? Nou ja, de vrijdag voor de Groot Carnaval gaan we 's morgens starten met de schooloptocht. Mm-hmm. Dus we gaan langs een aantal scholen met de Raad van Elf en het hof op elkaar. Gaan we langs alle scholen. Bij sommige scholen worden toneelstukjes gedaan, dansjes uitgevoerd. Sommige komen alleen langs, gaan door de wijk heen. Mm-hmm. Dus ja, kom zeker kijken. En dan? Dan hebben we een mooie optocht gehad. Wat gebeurt er nog meer? Dan hebben we de sleuteloverdracht. Ja. Dus dan is dit jaar in Angeren. Dan gaat de Hof en de Raad van Elf die gaan dus naar de andere kern toe waar de sleuteloverdracht is. Volgens mij hebben wij hem in 2015. Nou, dit jaar is hij in ieder geval in Angeren. Mm-hmm. Dan krijgt dus de jeugdprins die krijgt de sleutel zeg maar, van de kern, dus van de kern Husse. En dan is die 3 dagen lang de baas over de jeugd van Husse. Kijk. Ja. Nou, en s'avonds natuurlijk het grote feest. En wat voor feest is dat? In de Buitenpoort, ja. Nee, de Buitenpoort? Sorry. De Gouden Engel. Neem ik kwalijk. Wat is dat voor een feest? Het grote feest, het feest voor de jeugd. Het carnavalsfeest voor de jeugd. En doen jullie dan ook bijvoorbeeld op zo'n feestavond nog iets met het 5-jarig bestaan? Ja, we hebben een speciale gast. We gaan nog lekker niet zeggen wie. Nee, ook dat is een geheim. Alles blijft een geheim, wat is dat toch? Ja, het moet leuk worden. We hebben grote plannen. We bestaan 5 jaar. Dus wil je op dat feest komen, meld je zeker ook aan, want dat kan nu al. Ja. Wil je die special guest ontmoeten? Zeker doen. Kom, langskomen. Special guest, een speciale artiest. Ja, dat is 8 februari dus. 8 februari. Ja. En dan hebben we 11 of 16 november, dus op de feestavond, de openingsavond, hebben we ook nog karaoke. Okay. Dat hebben we vorig jaar voor het eerst gedaan en dat was een gigantisch succes. Ja. Ja, het heel leuk ontvangen door de kinderen. Dus dat, leuk, ik zie ze al staan, allemaal meezingen met alles. En dan hebben we natuurlijk zondags de grote optocht, hè? Want daar gaat ook de wagen mee. Ja. Waar zitten jullie precies in de optocht? Gaan jullie ook met de volwassenen dan mee, de jeugd? Of hoe gaat dat? Wij zitten zeg maar met de karren een beetje het eind van de optocht. Ja. En dan net voor de wagen van de kranige, zeg maar. Mm-hmm. Dus we sluiten eindelijk de optocht af met de stadsprins van Husse. Kijk. Ja. En hebben we dan alle activiteiten voor de jeugd gehad? Ja, dan heb je dinsdagmiddag dan nog de kindermiddag. Ja. Dus bij de Vlom. Dat is voor de jongere jeugd tot en met 10 jaar, zeg maar. Daar zijn we ook altijd te gast. Voekenpotten, Santa. Ja. Maandag is maandagsmorgens bij de Krussel, bij Santa, de Voekenpot. Mm-hmm. Daar zijn we ook altijd aanwezig. En natuurlijk gaan we bij zusterverenigingen op bezoek. Kijk. Het zijn verschillende data die we niet uit de hoofd weten, maar daar gaan we natuurlijk ook nog langs. Nog bezoeken. Ja. Dus en dan zit het er al gewoon weer bijna op. Gaat dat niet veel te snel, zo'n carnavalsseizoen? Eigenlijk wel.
Eigenlijk wel. Ja. Feestje dus veel te kort. Maar ja, maar het gaat natuurlijk wel snel voorbij. Je hebt een aantal activiteiten en dan op een gegeven moment dan komen die laatste dagen eraan. Dit jaar is helemaal kort. Ja? Ja, vrij kort seizoen. Dus, Want het is nu heel vroeg, de dagen. Ja. Dus moeten we er extra van genieten, denk ik maar zo. Hè? Alle informatie op de website terug website te vinden. Website www.huzesjeugdcarnaval.nl. Daar kunnen ze zich opgeven dus voor de festiviteiten, zeg maar, de feestavond. En alle informatie vinden, neem ik aan. Ja. Nou, super. Het mag voor mij wel beginnen, denk ik, of niet? De 11e van de 11e. Voor ons eventjes, hè? Kijk, even super. Eventjes. Hartelijk bedankt voor jullie komst. Veel plezier. Geniet ervan. En dan hopen een mooi seizoen. En natuurlijk de komende jaren natuurlijk ook. Komt allemaal goed. Ja, wij gaan verder met iets heel anders. Namelijk, er zijn veel Huissenaren die op de barricade staan in verband met de trolley die er dreigt te gaan komen. In hun eigen straten wellicht. Nou, na enkele weken actie voeren wilden wij wel eens weten hoe het er nu voor staat. Meneer Zweers, we staan aan de vooravond van een hele belangrijke avond, om het zomaar te zeggen, voor het actiecomité Trolley Nee. Even kort terug naar wat er gebeurd is sinds ons laatste gesprek, sinds de laatste informatieavond in de Brink. Er is een heleboel gebeurd in de tussentijd. We zijn met de site de lucht ingegaan op Facebook. Die wordt erg druk bezocht, daar komen mooie reacties op binnen. De petitie op petities.nl Trolley. Die wordt driftig getekend. Het is nu de woensdag voor de grote gebeurtenissen van volgende week. We zitten nu op 1084 handtekeningen. Daarnaast virtueel. Daarnaast hebben we in de Brink, is er vorige week zaterdag, zijn er handtekeningen opgehaald. Dat zijn er 772 geweest. Aanstaande vrijdag op de weekmarkt in Huissen, dus nu over twee dagen, dus als dit uitgezonden wordt, is dat al inmiddels achter de rug, worden ook handtekeningen opgehaald. Waarschijnlijk komen daar ook de Beverlanders nog spelen, want die hebben ook hun muzikale tegenstand laten blijken. Kortom, op dat punt is er veel gebeurd. We hebben contact gelegd met verschillende politieke partijen in de gemeenteraad van Lingewaard. Met een aantal hebben we intussen gesproken. Een aantal hebben we volgende week nog gesprekken mee. En dan wachten we natuurlijk 30 oktober en 5 november. En dan natuurlijk als laatste de raadsvergadering af. Ja. U zegt met enkele politieke partijen gesproken. Wat waren daar de reacties? Nou, die politieke partijen hebben ons nogmaals aanhoord. We hebben discussies gehad met de verschillende politieke partijen. We hebben er tot nu toe twee gehad. We krijgen er nog een paar. Dat zijn meestal het uitwisselen van argumenten. En daarna zegt men zegt wel over het algemeen, jullie hebben je huiswerk goed gedaan. Jullie hebben je goed geïnformeerd. De argumenten zijn steekhoudend. Dat geeft ons hoop. Ja. Dus wat dat betreft wachten we het af. We zijn op verschillende manieren bezig om de trolley onder de aandacht te brengen. Nou, heeft wethouder Telde toegezegd op de informatieavond in de Brink dat er een grote avond zou komen, 5 november? Dat klopt, 5 november is er een grote avond in de Brink. Waar iedereen ook je welkom is, voor en tegenstanders. Wij hopen natuurlijk op de aanwezigheid van voldoende tegenstanders. Daar zullen ook, als ik mij wel heb geïnformeerd, de Connection zal daar aanwezig zijn en Breng. Om hun kant van het verhaal toe te lichten. En ik denk dat dat wel een avond zal worden waar iedereen nog een keer zijn standpunten op een rijtje kan zetten. Ja. Nou wordt er echt stevig actie gevoerd. Als je diep in je hart kijkt, kans van slagen? Ja, ik zeg altijd tegen mijn leerlingen, ik ben een historicus. Ik kijk in het verleden, niet in de toekomst. Dus ik hoop het. Ik moet je eerlijk zeggen, toen we begonnen aan de hele actie, dacht ik van nou, we zijn echt veel te laat. Dat is ook wat de verschillende politieke partijen tot op heden tegen ons gezegd hebben. Jullie zijn er wel erg laat ingesprongen. Ik had er op dat moment weinig idee in. Maar ik moet je zeggen dat mijn gevoel zegt dat we kans maken. En kans maken, meer zeg ik ook niet, dat we kans maken dat het project niet doorgaat. Maar er zijn in het verleden binnen de gemeente Lingewaard op heel korte termijn hele snelle beslissingen genomen en veranderd. En dat betekent dus waarom ik zo sceptisch ben, want het kan dus zijn dat een hele snelle beslissing genomen wordt waar wij blij mee zijn of waar wij juist niet blij mee zijn. Ja. Nog één keer de informatieavond, waar en hoe laat? Hoe laat weet ik niet, dat komt waarschijnlijk nu onder in beeld. In de Brink, 5 november aanstaande. In de volksmond de Vrouwenbond genoemd,
wordt vaak geassocieerd met iets wat uit die tijd is, maar niks is minder waar. Er is veel veranderd door de jaren heen. Ze zijn nu, misschien nog wel meer dan in het verleden, een bindende factor bij een belangrijke doelgroep, de moderne vrouw van deze tijd. Informatief, educatief, creatief, cultureel, maar vooral een gezellig sociaal samen zijn. Daar staan ze voor. Iedere maand is er een bijeenkomst dat nu in de Valom gehouden wordt. Maar ooit was dat in de huishoudschool, naar het schijnt. Onze redacteur Wim Evers sprak met twee dames die al geruime tijd lid zijn van dit platform. 70 jaar damesplatform Huissen. Is eigenlijk niet helemaal waar, hè? Maar daar komen we direct op. Ik kan aan de tafel zitten voor de mensen thuis. Aan de linkerkant Dora Jansen Siebehalle. En aan de rechterkant Riet Vermeulen van Alten. En dan had er eigenlijk nog iets bij, hè? Dat is sommige van de field, om het zo maar te zeggen. Ja. Dames, jullie zijn alle twee lid van het damesplatform Huissen. Ja. Ja, ik ben wel een beetje ouder dan ik, maar ik zeg toch gewoon Dora, want dat praat gewoon wel makkelijk. Dora, ik heb een informatie gekregen van Hans Dominicus, diegene die voor Olly de persberichten en alles verzorgt. En die schreef dat jij al ruim 50 jaar lid bent van het damesplatform Huissen. Maar dat heette toen niet zo, hè? Toen. Nee, het was nog Brennenbond. Toen ik begon, was Boerinnenbond, En BB. Moest je boeren zien om erbij te mogen? Nou, tuinder, agrariër, dat heette toen nog niet zo leuk. Ja? Nee, boer of tuinder. De meeste waren tuinders, denk ik. En wat waren ze bij jou thuis? Tuinder, Hier in Huissen? In Huissen, zand, En wat verbouwden jullie zoal? Oeh, groenten, van alle groenten. Veel bezen hadden we Knoepers? Knoepers en rode bezen, Alles van de koude grond? We hadden twee kassen en een waarhuis, Dus jullie waren al modern in die tijd dan? Ik denk het wel, ja. Maar wat was voor jou de reden om bij de boer in de bond te gaan? Nou, ik had verkering met een tuinder, met een agrariër in ieder geval. Fruitkweker. En hoe oud was je toen je verkering had? 17, 18, Zo jong al En altijd bij dezelfde gebleven, dus kijk. Ja? Ja? Lekker. Dus hoe lang ken je die nou inmiddels dan al? Nou, is pas overleden, maar wij waren bijna 55 jaar getrouwd. Zo, hé. En 5 jaar verkering hadden. Ja. Dus je kende me gewoon meer dan 60 jaar eigenlijk? Ja. Want het was ook een jongen te Huissen? Nee, het Angeren. Het Angeren? Ja. Hoezo? In Huissen niks te vinden? Op de Huissen kermis hebben we ook wel, wel leren kennen. Maar. Ja. Wat was dat van Kiel? Ja, een heel lieve. Ja? Als ik die slag over. Ja, was een fruitteler was het, En wat trok je toen in die boerinnenbond? Ik bedoel, want als jonge griet. Ja, nou, mijn moeder was erbij en mijn oudste zuster. En toen zien we er ook maar bij. En hoe moet ik me een middag of een avond voorstellen? Een avond. Wat deed je daar allemaal? Zoiets als nou nog wat tegenwoordig. Eerst kwam de geestelijke adviseur en die opende altijd. En dan de voorzitter. En dan was er iets, een lezing of een demonstratie. Dat kan me voorstellen toen de derde dochter bij ons die pas geboren was. Toen was ik de moeder van de jongste baby. En toen waren ze van week spoeltjeswol. Ja. En die gaven een pakket wol voor de moeder van de jongste baby. Dan konden ze er breien. En die dochter is nog 50 geweest, dus zo lang is dat geleden. Ja. We hadden toen ook wel al middagen of avonden met bekende artiesten, of is dat echt lastig? Nee, het was altijd iets om... Om naar te luisteren? Ja, om te leren van, Maar niet iets van dat er een koor was, of een zanger, of cabaret? Nee. Mocht dat toen niet, binnen die club? Nou, dat weet ik niet, dat zou wel niet, dat kwam gewoon niet, was niet in orde, maar het was... Ja, eigenlijk voor ontwikkeling om iets te leren. Ja. Toen had ik in televisie nou eerst van, dus... Waar radio, hè? Radio wel, ja. Maar toen mochten er ook al geen kels naar binnen, hè? Nee, die waren er niet meer. Maar je zei net, toen kwam de geestelijke, de pastoor mocht wel erbij. De pastoor natuurlijk, ja. Dat was altijd, als de nieuwe seizoen begon, was ook altijd de mis eerst in de kerk, ja. En waar zaten jullie toen? Toen ik erbij was, zaten we wel bij verbonden altijd. Nooit anders.
Ja. Eigenlijk helemaal meegegroeid. Ja, ja. Maar net na de oorlog, toen was het verbod, was zeker nog niet in plek voor zo. En toen hield het wel eens in huis op school. En daar hebben we ook wel eens cursus gehad, fijne keuken of zo. Met een groep. En de huis op school die stond toen? Ja, die straat is dat of niet? Oh, bij de Laak? Bij de Laak, ja. Waar laat je de bus lekker? Huismanstraat. Ja, ja. Tuimerschool en dat is het school aan, ja. Oké, okay, dat waren jongens en grieten namens elkaar. Ja, maar die zag je nooit. Nee? Nee, oh nee, dat was wel, die zat helemaal aan de andere kant van de... Maar ook niet met speelkwartier of zo? Nee, op hun school heb je speelkwartier meer, hoor. Nee. Nee. Maar jij hebt dus ook op de huisartsschool gezeten in de ook, bank? Ja, ja. En daar ben je afgekomen als afgestudeerd huisvrouw? Ja, of, ja. 17 hoor, nee, was je nog niet in. Ja. Ja. Maar voor de rest, heb je geen ander beroep of vak gedaan als op de tuinderij en in huishouden? Ja, ja, ja. Ja, waar cursussen van het een en ander ben ik volgen, ja. Maar niet, geen echt opleiding. En wat betekent de Boerinnenbond, want hoe heette het later? Boerinnenbond was het KPO, hè? Katholieke Plattelandsvrouwen, ja. Organisatie. Ja. Organisatie, ja. Ja. En daarna is het Damesplatform. Ja. Ja, die ben ik. Maar keek je er naar uit, naar zijn avond? Ja, we hadden eigenlijk toen hij niks anders, want wij zijn nog in televisie. Nee, ja, spruiten schoonmaken moest. Ja, ja. Ja, ik kan ze best wel vrees voor je rijden. We hebben zo'n platte bak en alleen een paar zaken spruiten op de kus schoonmaken voor een dubbeltje, of een kwartje de kilo, ja, of wat. We lieten ze schoonmaken. Dus. Zullen jullie lieten ze schoonmaken? Ja, maar ja, eens had je ook, ja. 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 En toen ben ik er een jaar of twee jaar ben ik er onderuit geweest, want het was altijd dinsdag s'avonds. En dinsdag, ja, wat druk tussen. Wasdag? Op maandag? Nee, spruit schoonmaken s'avonds. Ja, dan kon je niet weg. En dan hadden we nog een paar jonge leuden bij die kwamen helpen. En dan kon je niet weg. Dus ben ik een paar jaar onderuit geweest. Ja. Ja. En toen ben je teruggekomen. Ben je al niet gewoon, ja, wat niet gewoon lid, maar... Hij ook nog iets in de organisatie van? Nee, ik ben altijd gewoon lid geweest. Je bent altijd genieter geweest van datgene wat er geboren is. Ja, ja. Hij was altijd heel gezellig. Het heel, ja, daar keek je eigenlijk een beetje naar Ruud. Ja. Of zo, de vrouwen die de loop der jaren hen door naartoe gingen, die veranderden ook. Hè? Want eerst moest je boerin of tuinder zien. Ja, ja. En later, want dat zei ik jullie net in, toen we aan het opbouwen waren, mocht ook het gewone volk erbij. Ik weet niet wat gewoonvolk is. Ja. Zonder boeren of tuinen op de grond. Hè? Ja. 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 Riet, waarom ben jij erbij gegaan? Ja, voor de gezelligheid even maar zoeken. Die wou ik kwijt. Ja, nou, ik weet. Gewoon een beetje sociale contacten. Ja. Een beetje verder over die geboren werden. We hadden steeds meer erover vertellen dat er leuke ovenen gegeven werden. Dus op een gegeven moment heb ik gezegd met een paar vrouwen van... We gaan er ook eens even kijken wat er allemaal te doen is. Ja, hoe lang ben jij nou bij de club? Met van 91 af, dus 21, bijna 22 jaar. En ook alleen maar genietend lid? Of? Nee. Nee, ook in bestuur gezeten. Al snel toen je erbij kwam? Al heel snel, al het tweede jaar volgens mij ben ik toen in bestuur erbij getrokken. Oho. En het jaar erop zat ik al. Had je bepaalde bestuurlijke kwaliteiten? Nou, nee, ik, helemaal niet. Nee, helemaal niet. Ik werd er door iemand bij getrokken. Die ze zei van, kom, dan kun jij doen. Wel en dan moet je maar eens proberen, dan lukt wel. Ja. Met gevolg dat ik dan 9 jaar in bestuur gezeten. Of van 7 of 8 jaar denk ik voorzitter. Zo? Ja. Maar Dora, die zitten er al dik 50 jaar bij. Ja. Nou kregen ze dus, in al die jaren kregen ze van alles geboren. En... Ja, de een zit er 50 bij, de ander zit er 40 bij, de ander zit er 30 bij. Dus het wordt volgens mij ontzettend moeilijk om elke keer wat te vinden voor zo'n avond, of niet? Dat is ook moeilijk. Dat is het moeilijkste wat er eigenlijk is, om elke keer weer rond te komen met een nieuwe programma. Dan hadden ze wel altijd, is nou nog steeds denk ik, 1 keer per jaar een contact over met andere vrouwenverenigingen van de hele regio. En dan hoorde je van die vereniging weer wat hun gedaan hadden. Hoe die avond was. En dan kon je weer dingetjes van overnemen. Ja.
En die andere verenigingen dan weer natuurlijk van onze vereniging. Ja, want het was niet speciaal een programma dat iets te leren was of zo, hè? Nee. Ontspanning begon langzaamaan. Sommige oefenden wel natuurlijk met emancipatorisch, hè, was dat toen, moesten toen in één keer bijkomen. Ja, gelijke rechten, gelijke plichten. Moest natuurlijk wel verantwoorde oefenden ook bijzien. Ja. En via de ontspanning, knutseloefend. Ontspanningsoefend. Jullie zien op een gegeven moment begonnen met carnaval, hè? Is dat al vroeg begonnen of pas iets van de laatste jaren? Dat is iets van de laatste jaren. Ik zeg het altijd een beetje schertsend, maar een heel hok vol vrouwen. Is dat leuk, carnaval? Het was niet echt carnaval. Het was meer een ontspanningsoefend. Mensen die wilden konden optreden. Maar wel verkleed? Ja, wel verkleed. Ja. Ja. En dan artiesten uit eigen gelederen? Ja. En wat waren de sterken? Ja, dat kan ik eigenlijk zo niet zeggen. Van alles wat. Ja. Playbacken, je had heel veel gedaan. Ja, er waren natuurlijk altijd groepjes bij die elk jaar aan de beurt kwamen. Want iemand er naartoe trekken die niet wilde, kreeg je echt niet van me komen. Nee. Altijd wel een beetje dezelfde, hè, die dan toch weer het viertouw namen. Ben je nou het hele jaar als bestuurslid, ben je nou het hele jaar druk met alleen nog maar programma's maken? Of doet het DPH, zoals het dan nou heet, Damesplan van Muzen, ook nog andere dingen als alleen zo'n avond? Uitgaan zag je, één keer per jaar, twee keer per jaar. Eentje in de zomerdag en eentje meestal in de herfst. Ja. En dan nog een fietsmiddag in de zomer. Als het seizoen afgelopen is, komt er nog een keer een fietsmiddag. Maar dat is voor degene die mee willen. Ja, je kunt nooit iemand verplichten om ergens om mee te doen. Nee, het is allemaal op vrijwillige basis. Je betaalt compromissie per maand? Per jaar. Ja. Dus in één keer aftikken? Ja. Dan weet je tenminste waar je in de kast zit. Dan weet het bestuur wat er in de kast zit en wat ze ermee kunnen. Een handig systeem trouwens. Ja. De mensen betalen allemaal per maand. Ja? Ja, een hele hoop verenigingen betalen allemaal per maand. Nou, dat liep me hartstikke om. Nou, en toch in één keer €400 op moet hosten bij een club voor contributie. Oh ja, maar onze contributie is niet zo hoog. Hè? Nee, dat valt nog wel mee. Hey, nou, binnenkort, en dan moet ik even kijken. Zaterdag 10 november. Dat is warm lopen, hè? Van de 11e. Ja, 75-jarig feest. We zijn heel benieuwd. Ja. We kregen niks te horen van het bestuur. Hoezo, je niks? Nee. Ik word net vroeger van, oké. We weten helemaal niks. Nee. Het bestuur had de hele dag geregend. En dat is een verrassing. Maar je weet ook niet of je in de speakerbox moet komen of in het gala moet komen. Nee. Ik denk wel een beetje niet. Beetje een nette keren, zullen we maar zeggen. Ja. Dus het is naar de kamer toe stond, en voor de golf erin en de kruisgolf. Er stond geen dresscode op de uitnodiging. Nee. Maar bijna een hele dag bezig? Ja. Dus middags vanaf 2 uur zijn we uitgenodigd. Tot een uur of 9. Ja, tot 9 uur s'avonds. Ja. Heel dagprogramma. Ja. Dus we laten ons verrassen. We zien heel benieuwd. Ja. Zou dat voor andere vrouwen een reden kunnen zien om ook naar de DPH te komen? Ja, dat als weet ze ik zo niet. Huren, wat ze kan je dan nou zitten te vertellen? Want ja, soms dan hoor je wel eens van, ja, nou zit het te kwakken en de schuurzak in en die wordt opgehemeld en noem maar op. Maar ik geloof dat het dan bij jullie heel anders is dan ik het zo heb. Ja, dat is van mij. Maar wel zeggen, het is wel moeilijk voor vreemde mensen om er zo tussen te komen. We hebben altijd al hele vreemde. Vele vreemde mensen die dan pas in Huissen wonen en denken van, goh, dat lijkt me wel leuk om erbij te komen. Maar kunnen die geen stage lopen? Dan, dat zou eigenlijk wel een idee zijn. Want ja, die mensen hebben toch een beetje, de meeste mensen komen met een groepje. Hè, dan zit je toch. En als er dan vreemden, zeg maar, binnenkomen, hebben ze het moeilijk om dan ergens bij te kunnen zitten. Ja. Eigenlijk zou je een snuffelabonnementje moeten hebben of zoiets. Ja, een keer zo'n oogertje moeten komen kijken. Ja. Ze moet ook een keer meekomen. Ja, dat mag. Ja, maar net zoals ik zei, dan moet je iemand kennen. Waar je mee kunt. Dat is toch wel het prettigste. Dat je toch iemand hebt waar je even bij kunt gaan zitten.
helemaal zo vreemd binnenkomt, dat is, ja, want dat is niet prettig. Hoeveel vrouwen zitten er gemiddeld in de zaal, denk je? Nou, er zien iets over de 100 leden. Meestal zien er toch wel zo'n 60, 70. Ja. Ja. Afhankelijk van... Van hetgeen wat geboren wordt. Geboren, ja, en dan ja, ja, natuurlijk. Ja. Ja. Leeft iets wat daar nou gemiddeld zit? Gaan we dan allemaal naar de kleur die wij ook hebben? Ja, of ja toch? Jawel. We zien niet echt jongeren bij. Nee, nee, maar echt ouderen ook niet meer zoveel. We zitten meestal met de ouderen aan de ene tafel. Stuk of 4, 5 nog? Echt ouderen, ja. Ja. En de leeftijd van de ouderen is 70, 75? Ja, zo'n beetje de boven. Ja. De boven dan? En nog wel de boven. Ja, ja. En nog wel de boven, ja. Ja. Die echt jongeren zien er niet bij. En nee. Ja, dat is natuurlijk ook hartstikke moeilijk. Tegenwoordig is er van alles te doen. Hè? Dus ze hoeven niet meer zo nodig oventjes door. Nee, maar het zien, als ik het goed heb, toch wel een beetje onthaastingsavonden of rustavonden. In die geest dat je kunt alles wat je thuis hebt of voor degenen die eventueel nog een bedrijf hebben of werken, dan kun je allemaal wat thuis laten dan. Dat kun je zeker te sloten. Je kunt nog heerlijk je eigen spannen. Ja. Zien er vriendschappen ontstaan? Of ontstaan die? Dat denk ik wel, ja. Dat mensen elkaar door leren kennen. Dat ze dan, buiten de avond ook nog bij elkaar op verjaardag gewoon. Of, ja, dat denk ik wel. Die zien er wel. Ja. Ja, die zien of er wel. Of uitgroepjes. Of fietsen. Ja. Samen gaan fietsen. Ja. Maar als ik het zo heel, dan hebben jullie er in ieder geval geen spiet van. Dat je ooit bij, jij dan de Boerenbond en jij later bij DPH gekomen bent. Nee, absoluut. Maar toen jij erbij kwam, was het toen al DPH? Toen was het net DPH. Net, ja, toen hadden ze net de naam veranderd. Ja. Ze hadden daarvoor was het KPO, Katholieke Plattelandsorganisatie. Ja. En toen waren ze ook nog aangesloten bij een overkoepelend orgaan. Maar dan moesten ze per lid contributie afdragen. Omdat overkoepelend. En dat was nog hoger dan de contributie die betalen moest. Nou, daar heb ik nooit geweten hoeveel het er was. Maar er was zoveel eigenlijk wel dat ze daarom ook zwarte leden hadden. En toen dacht ik, ja, zwarte leden, was dat dan? Maar die gaven ze dan niet op. Als er bijvoorbeeld 100 leden waren, dan gaven ze een organisatie 60 of zo. Dan hielden ze van de rest. Die anderen hoefden zich in het geld in de zaak te betalen. Ja. En dat kantoor, daar kon je dus hulp vragen als je niet meer wist wat voor avonden je moest doen. Maar dan had je zo weinig steun eigenlijk gewoon om die overkoepelende organisatie, dat ze door toen onderuit zien gegaan. Ja. En toen is de damesplatform geworden, hè? Ja. 90 of 1991, zoiets, hè, denk ik. Ja. Ja, want wij volgen jullie nou zo'n beetje 18 jaar. 17, 18 jaar. En ik moet zeggen, menig theater is jaloers op het programma wat jullie elk jaar er neerleggen. Ja, daar zei het bestuur. Ja, Er zit een geweldig bestuur. Maar zien er ook vrouwen uit de zaal die met iets komen? Of moet het echt helemaal... Het bestuur regelt alles. Het bestuur vroeg wel eens een keer van... Ja. Hallo, iemand is het hier. Ja. Maar er kwam meestal niks van terecht. En dan zag iedereen van, oh, jullie doen het goed. Gaan jullie zomaar deur. En daarom ben je ook 6 of 7 waar je al veel zit. Ja, nou, toen was het altijd... Je mocht 2 keer 3 jaar mocht je in bestuur zitten. Ja. En dan moest je eruit. Maar ja, dus geen opvolgers zien. Dan gooi je maar deur. Ja, dan gooi je maar deur. Ja. Met gevolg dat de huidige voorzitter ook al 9 jaar, 10 jaar, 12 jaar... Die is overtiet dan. Die is een overtiet, ja. Kunnen geen opvolgen. De dames, die nog heel even terug naar die 10 november. Wat wordt dat voor een feest? Zou je het bestuur moeten vragen? Ja, maar als ze nou die niks zeggen, dan vertellen, doen ze er niet aan helemaal. Nee, dat denk ik ook niet, want wij mogen niks weten, dus kunnen ze jou ook niet vertellen. Niks, kun je niks of dan moet je er ook even als mee weg. Maar zo het bestuur kennende en de club kennende. Nou, dan werd wel een knalfeest. Ja? En bij de bond dan ook nog een keertje? Ja, bij de bond, tuurlijk. Ja. Dus onze thuishaven. Maar stel nou, want je zei net van ja... vreemden die hebben toch wat moeilijkheden bij Olly binnen te komen. Echt mensen maar stel nou dat het dan toch nog weer een hoop van die vreemden zien en die zeggen van
Godverdomme, die vrouwen die zitten daar zo lekker te praten met die kerel. En Axel is zo'n gezellige club. Ik wil daar best eens een keer naartoe. Hoe gaat dat bij jullie? Dat kan. Er kan een overtje komen. Ze kunnen het jaarprogramma's die altijd vermeld op de site van DPA. Ja. En dan kunnen ze kijken wat er voor ovenen zien. En als er interesse is voor een bepaalde oven, dan kunnen ze een oventje komen kijken. Hoe ze het vinden. En dan kom je dan als introducer mee? Dan kom je als introducer mee, ja. Is dat gratis? Die kleine voeren. Een euro'tje of vijf? €5 voor introductieovens. Ja. Oh, dan mag je naar binnen en dan kun je een kopje koffie en een koekje en een drankje misschien. Nee, maar je zou het betalen. Alles betalen. Ja, dat kan doen, ja, van de contributie. Nee, dat kan ook niet. Voor zo'n kleine contributie kunnen ze dat er niet bij doen. Nou, ik dacht, dan betal ik al die 5 euro in het jaar of zo. Nee. Het is nou 30 euro geworden. Per jaar. Hij dan 9 euro van de film. En dan met 100 leden, dus dan heb je 3000 euro en dan moet je dan... Ja. Sommige oven, als het een dure oven is, dan werd ik gevraagd of dat... Wat is een dure oven? Ja, wat is een dure oven? Als er iets met hapjes of zo is, dan vragen ze wel eens een kleine bijdrage extra voor zo'n oven. Ja. En dat ging meestal wel goed. Dat doen de meeste mensen wel. Ja. Die hebben dan wel... En de jaarvergadering is altijd even jaarvergadering domino bingo. Er worden ook extra loodsen verkocht weer voor de onkosten. En Sinterklaas altijd, heb ik ook wel eens mee. Ja, ook wel, ja. Meegemaakt, maar dat kan je zien. Ja, ook wel eens gedaan. Cadeautjes van mijn maken. Ja, dat was ook helemaal mooi hoor. Ik kreeg cadeautjes. Ik kreeg allemaal eigen een cadeautje, hoef niks te maken. Ja, dus. Ja. Dus je kon er weer eentje extra nemen. Ja, dat is leuk. Hey, maar Dames Platform Huizen is een club, wordt bij ons zien. Vind ik wel, als je ervan houdt, een mevrouw onder mijn koor eens een keer een overtje door te zitten en ook nog eens leuke onderwerpen te huren over van alles en nog wat, dan is dat de moeite waard om daarbij te zien. Ja. Dit jaar hebben jullie gelukkig nou de 10e niks meer, hè? Of wat? Ja, december is weer de kerst. Kerst, Sinterklaas. En dan januari, februari. En wanneer is het altijd de jaarvergadering zo'n beetje? Mei. Stoppen altijd met... En dan is het afgelopen. Dan stopt het seizoen. Ja. Ja. Dus dan moet je eigenlijk ook voor het, als je erbij wil, voor het nieuwe seizoen opgeven? Ja. Of kun je er nou al tussen? Nou kun je er niet bij. Vanaf januari is in de nieuwe leden weer welkom. Nou is er een ledenstop. In verband met feest. Januari mogen er weer nieuwe leden bij, hè? Oké. En die kijk op de website. Hoe heet dat ding ook alweer? www.dpa.nl. Ja. Goed. Leuke website. Ja. Staan mooie foto's staan er ook op. Hele mooie foto's. Dat ik wel eens denk van, kijk, ik heb het wat. Gedichten, mooi. Ja. Dat is de moeite weer om even te kijken. Hé, ik wens jullie heel veel plezier. Op de feestdag. Dankjewel. Ik hoop dat je in de goede kleren komt. Want ik ben ook wel eens naar een feest geweest en er was geen dresscode. En ik liep Steve in pak en de rest liep allemaal in de spiekerbos. Dus. Wij houden het gewoon op laten kleren mee. En dan dat zal het licht wel goed zien. Extra de kapper nog. Kronen erin. Natuurlijk. Kunnen we zelf vallen. Oh ja. Ja? Ja, dat kunnen we. Hey, dankjewel voor het babbeltje. Ja, dat toch met Mina willen praten, want ik zit toch even te praten over een vrouwenwereld, want dat is het alles bij elkaar toch. Ja. Veel plezier en dankjewel. Dankjewel. Over het centrum van Huissen is al veel gesproken. De Albert Heijn op de plek van de Alwiesjesschool, een tunnel langs de begraafplaats, een winkelrondje en ga zo maar door. Uiteindelijk is besloten om de Albert Heijn en de HEMA van plek te laten verruilen. En met de bouw van de tijdelijke Albert Heijn is al begonnen. Op woensdag 24 oktober werd er tijdens een politieke avond in de vergaderzaal in Huissen over de centrumvisie gesproken. Sinds de jaren 90 van de vorige eeuw wordt in Huissen gewerkt aan de visies voor het centrum. Uit deze periode dateren ook de eerste gesprekken met de ondernemers over de uitbreiding en verplaatsing van hun winkel. In de voormalige gemeente Huissen heeft het uiteindelijk niet tot besluitvorming geleid. Er is uiteindelijk gekozen voor de bouw van een Albert Heijn-vestiging op de locatie van de huidige HEMA aan de Lange Straat. En de vestiging van de HEMA in het huidige pand van de Albert Heijn aan de Markt.
Door in het gebied tussen de Arnhemse Poort en de markt subtrekkers te bevestigen, kan de winkelfunctie in de Lange Straat verder worden verstrekt. Tevens krijgt de HEMA op de markt een serre met een aansluitend terras. Op deze wijze wordt de centrumfunctie van Huissen versterkt, zonder het treffen van ingrijpende, structurele bouwkundige ingrepen. Alle als waardevol aangemerkte panden blijven behouden. Alleen het pand van de Albert Heijn aan de markt en het pand van de HEMA aan de Lange Straat ondergaan een facelift of worden gesloopt en herbouwd. In de tweede deelvisie voor het centrum van Huissen zal ingegaan worden op de sociaal-maatschappelijke functies. De herinvulling van de locaties van de voormalige Alvisiusschool en het klooster zullen hierin worden betrokken. De voormalige kunstmanifestatie heeft een nieuwe naam gekregen, de Open Atelierdagen. Zoals in alle 10 voorafgaande jaren nodigde de Stichting Lingewaard het publiek uit om de diverse kunstuitingen te komen bekijken. Nieuw dit jaar was dat de kunstenaars zich als een collectief op de artistieke kaart van Gelderland hebben verenigd als de Huissense School. De Huissense School bestaat uit beeldend kunstenaars die in de voormalige Aloysius en Juliana School in het centrum van Huissen hun ateliers en praktijk hebben. Daarnaast bieden zij door het hele jaar ook leuke cursussen en workshops aan. Tijdens de open atelierdagen kon men hierin kennis maken en in een aantal ateliers kon men ook deelnemen aan korte workshops. Ook waren er verschillende gastkunstenaars aanwezig die het beeldend werk van hunzelf lieten zien. Ja, en hiermee zijn we er al helemaal weer doorheen voor vandaag. Wilt u de uitzending nog een keer terugkijken? Dat kan. Op onze vaste herhalingsdagen, dat is elke dag om 17:30. En op zondag is dat om 12:00 middags via de televisie. U kunt het ook nog even terugzien op onze website www.huissen.tv.
Dan wil ik u bedanken voor het kijken voor vandaag en graag tot de volgende uitzending.